Wij gaan meteen door naar het eerste gesprek. Erik, neem plaats. Hallo. Hi. Erik. Ja, Meta Kierkels, opvoedkundige en educator Dunstan Babytaal. Ja. Jij verstaat de taal van de baby's. Ja. Ja, Erik, heb je... Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Nou, ik heb het niet bedacht. Het is een Australische moeder die dit onderzocht heeft. Die ontdekte toen zij haar eigen babytje kreeg dat zij een talent had voor het herkennen van geluiden. En zij ontdekte dat haar baby 5 woorden sprak. Oké, we gaan eerst eventjes naar het volgende fragment kijken. Ja, ik weet volgens mij ook wel wat die baby zegt, hoor. Volgens mij zegt die baby, ik wil niet gaan slapen, want ik wil lekker naar Limburg vandaag kijken. Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar komt dit jou ook bekend voor, zo'n huilende baby? Heb je ook niet veel gehuild? Ja, ik heb 2 dochters. Ze zijn nu inmiddels 9 en 4. Maar ze hebben niet veel gehuild. Maar ja, toch af en toe, toen ze een echt baby waren, als ze dan huilden, dan dacht ik van ja, kom wel eens... Wat wil die nou? Kom wel eens een speentje niet goed win of iets, of dat hij krampjes heeft in de buik of zo. Van die dingen, dan ga je toch proberen. Je gaat gissen en missen. Ja, ja. En dat is precies wat jij ouders dus leert. Dat ze niet meer hoeven te gissen en te missen, maar dat ze weten wat er met een baby aan de hand is. Ja. Kun je een beetje toelichten hoe dat werkt? Ja, wat we doen is het moment voor het huilen, daar ga je naar luisteren. Zodat dit niet hoeft te gebeuren. Voor het huilen? Ja, het gaat over het pre-huilen moment. Ja. Als ze dan een beetje beginnen te zeuren, zeg maar. Ja, vaak dan maken baby's geluiden. En eigenlijk zijn er 5 woorden. Zo is er een woord voor honger, een woord voor moe, een woord voor boertje, een woord voor krampjes. En een woord voor als ze zich in het algemeen niet lekker voelen. Te warm, te koud, een vieze luier hebben, alleen zijn. Nou, dat en wat had deze baby die we net zagen huilen? Nou, ik hoorde hier wel duidelijk een O. Een O? Oh, een O, ja. En O betekent moe. Ik ben moe. Ja. Oh ja? Ja. Oh. Maar werkt dat altijd of zeg je ook wat van mis? Ik dacht dat hij moe was, maar hij heeft toch honger. Als je het heel goed kan leren luisteren, dan hoor je wat het woord is. En dat komt omdat de kan baby... Ik kan bijna niet geloven, maar goed, ga verder. Ja, we gaan kijken, want we hebben een fragmentje. Dan gaan wij raden wat die baby wil. Ja. We gaan even luisteren. Ja, ik weet de woorden niet. Nee, je moet het toch gewoon raden. Oh. Ja, die heeft honger, die heeft honger. Die is er helemaal klaar mee. Honger. Ja, ze zeggen allemaal Ja, ze hebben, wij denken dat ze honger hebben. Ik denk dat ze allemaal honger hebben. Ja, ze hebben honger. Nee, ze zijn allemaal moe. Moe? Ja. Oh. Ja. En dat kun je zien. Je kunt het horen omdat het woord voor moe is O. En de woorden die baby's gebruiken zijn natuurlijk niet zoals onze woorden. Niet gebaseerd op taal. Hè? Een baby denkt niet, ik ben moe, dus nou ga ik zeggen oh. Ja. Een baby gebruikt reflexen om te communiceren. Geluid. En het gaapreflex, hè, dat is zo, oh, dan hoor je al oh in. Dus dat reflex, als je daar geluid aan toevoegt, dan wordt het woord oh. Maar zij zeiden toch meer ah of niet? Nou, jij hoort er O in. Ja, ja. Oh, ik ben hier nog helemaal niet goed in. Ja, maar dat is het. Het is ook maar net, wat wil je horen? Nou, er zijn studies gedaan, 3 studies, bij meer dan 1000 kinderen. En die 5 woorden komen bij die kinderen gewoon allemaal voor. Dus je kunt, waar het om gaat, is natuurlijk dat je het leert luisteren. Ik geloof er ook wel in. Nou, we hebben nog een fragment. Ik ben benieuwd of we het nu wel goed hebben. We weten nu, dus O is moe. Ja. Oké, nou. Nee. Ja, ik denk dat ze krampen hebben. Wat denk jij? Nou, ik denk dat Disney laatst had een vieze broek, dat weet ik zeker. Ja, in de broek gepoept? Ja. Ja, maar door die krampen, Ja, ja, die poep is er nog wel, die pamper moet ook weer weg. Ja, ja, heb je het goed? Krampen, poepluien? Ik vermoed dat dit een nee was. Een nee betekent honger. Wat betekent dat? Nee? Honger. En dat zei je me net. Ja, we hebben het niet goed weer. Honger. Ze hebben honger. Maar je moet dus eerst die woorden allemaal goed kennen. Ja. En je moet heel vaak denken van, oh, dat bedoelen ze dus als een oor. Anders kom je er nooit achter. Ja. Ja, want ieder babytje heeft denk ik ook alweer toch zijn eigen klanken. Dat het niet universeel is voor alle baby's. Ja. Je hebt ook een baby, nou, met een baby met een baard in de keel. Oh, nee, dat kan niet.
Dat duurt dat langer. Grap, ja. Maar ja. Een jongen en een meisje, dat verschillen? Nee. En dialect, of je nou uit Limburg komt of uit de Achterhoek? Nee, dat onderzoek is gedaan bij 30 verschillende nationaliteiten. Dus of je nou een Filipijnse baby hebt, een Chinese, een Amerikaanse of een Nederlandse. De woorden zijn allemaal hetzelfde. En ja, dat komt tuurlijk. Omdat het gebaseerd is op fysieke reflexen. Nee, bijvoorbeeld, komt vanuit het zuigreflex. Mm-hmm. Als je gaat zuigen en je voegt daar geluid aan toe, dan hoor je een klank. Nee, eigenlijk. En dat is wat je bij een babytje gaat horen. Maar iedere ouder, jij ook, weet dat als je je baby leert kennen, dat je op een gegeven moment weet welke huil die heeft. Ja. Had je dat herkend? Dat je het toch wel begrijpt? Ja, zeker. Die gaat het gewoon. Nee, maar dat is echt waar. Als ze dan een half jaar of een jaar zijn, dan wil je al heel wat meer. Maar dan kunnen ze nog niet praten. Nee. En ik help ouders om dat niet vast te leren als ze een half jaar zijn, maar vanaf dag één. Ja, dus wat werk aan de winkel, hoor. En dat heeft die Australische mevrouw, die heeft dit ontdekt. En wat doe je daar alleen? Eerst in Nederland? Nee, we zijn nu met 3 mensen in Nederland die deze cursussen geven. Dus het is in Nederland vrij nieuw, terwijl het in 2006 eigenlijk geopenbaard is. Maar wij lopen een beetje achter in de wereld, zou ik maar zeggen, op dit gebied. Dus we zijn nu pas eigenlijk in Nederland met deze methode bezig. Ja, we gaan ook nog even kijken hoe ouders op deze cursus reageren. Ja. I think men are very instant gratification type of creatures. And being able to learn a few of these words and then see them right away within 10 minutes of watching the video was something that was very satisfying for me. When I first seen it, I knew it was, you know, it was gonna be really helpful, you know, in these first couple months. It's just easier, like, you don't have to worry about, oh my God, what does she want now? It makes me feel good about myself and what we're doing together. To all the guys out there, absolutely, help your wife. Ja, dus je merkt wel echt, als jij dus met ouders hebt gewerkt, dat zo'n kind minder gaat huilen? Kun je dat zeggen? Ja, minder lang. Ze begint er wel aan, maar op een gegeven moment uit die oren denk oh, honger. Ja, precies. Dus je bent er wel eerder achter. Ik doe daar 2 uur over, denk van... Ze zou toch geen honger hebben? Dan denk je na 2 uur misschien een keer aan. Ja, ik weet het ook niet hoor, maar ze zijn groot en gezond, wat weet je nog meer? Ja. En een beetje huilen is op zich niet slecht voor de buikspieren. Ja, precies. Is dat eigenlijk, mogen kinderen dan niet meer huilen? Is soms huilen dus ook gewoon lekker of niet? Jawel, tuurlijk. Kinderen mogen gerust huilen. Alleen als je als ouder weet waarom ze huilen, is het makkelijker te accepteren. Iedere ouder weet, hè, die een baby heeft, die weet dat het moeilijk is om te gaan met huilen. Je wordt er zelf, voel je je vaak machteloos. Je kunt er gek van worden. Ja, precies. Achter het behang. Ja. Ja, maar dat lijkt me wel echt als je zeg maar echt die huilbaby's hebt. Maar dat is ook heel iets anders, hè, dan waar wij het nu over hebben. Dan is er ook vaak zijn er andere problemen aan de hand, ook als een kind echt dag en nacht huilt. Dat zou kunnen, maar je kunt je ook voorstellen dat als een kindje alsmaar blijft aangeven dat hij moe is, dat hij naar bed wil. Ja. En je als ouder iedere keer je kind gaat voeden omdat je denkt hij zal wel honger hebben. Ja, dat voor een baby ook heel frustrerend is als hij niet begrepen wordt. Ja, heb je zelf kinderen? Ik heb er 3, ja. En de jongste is ook nog een babytje? Ja, 4 maanden. En je begrijpt hem of haar? Je begrijpt hem goed? Ja, het helpt gewoon enorm. Je voelt jezelf verzekerder als je weet waarom je kind huilt. Dat zie je ook wat te twijfelen. Dan denk van, zeg nou A of zeg nou O. Tuurlijk. Dan denk, we zitten net met het allemaal. Dan kun je niet zoveel mee. Ja, tuurlijk. Je leert het herkennen. En het is ook niet zo dat als je het kind van de buren hoort huilen, dat je dan meteen weet, oh, dit is een R bijvoorbeeld. Maar heb je dat wel, dat je mensen dan allemaal adviezen gaat geven met baby's? Dan zeg ik, ja, maar hij heeft nu wel honger. Of hij moet nu naar bed. Doe je dat of hou je daar een beetje opzij? Nou ja, je leert wel om daarmee om te gaan. Ja. Nou, ja. Ik kan me wel voorstellen dat je bij de mediamarkt bent in Roermond. en dan staat iemand met zo'n buggy te wiebelen. En dat kind dat huilt, als ik weet niet waar. Dat je zegt van, die heeft honger. Dat weet ik zeker. En dat die vrouw denkt van, waar bemoei je mee? Ja, dus ik zei het niet. Dat kind is moe. Nee, die heeft honger. Ik had ervoor geleerd. Ja, nou, ik werk 24 uur, zou ik maar zeggen, in de opvoeding. Is het niet met mijn eigen kinderen, dan met die van anderen. Dus je leert wel om af te stemmen. Als mensen geen vraag hebben, ga je ook geen antwoord geven. Nee. Maar dat is in ieder geval heel interessant. Ja. Ja. Dank je wel voor deze toelichting. Heb jij er wat van opgestoken? Ja, maar die van ons, die hebben niet meer nodig, pak ik bij de oren en dan luisteren ze wel. En soms gaan ze ook wel eens met honger naar bed. Of trek. Honger hebben we niet in Nederland. Maar ja... Als de etentijd is, moeten ze eten en daarna is het op. Heb jij vroeger als opvoeding kind veel gehad? Opvoeding is wel heel iets aparts, hoor, kinderen opvoeden. Ja, absoluut. Poeh. Maar we hebben aardige meisjes, lieve meisjes. En jij, hoe was jij zelf als baby?
De verhalen van je ouders? Oh, de baby denk wel goed, maar toen ging het helemaal daarna mis. Ging het mis. Ja. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Wilt u meer weten over Dunstan Babytaal, dan kunt u altijd op onze website kijken. En dat is www.tvl.nl. Ja, en als kinderen dan baby afstaan, dan komen ze vaak in de peuterpuberteit. Dat ze alleen maar nee gaan zeggen. Nee, nee, nee. Ouderen die hebben daar iets meer moeite mee. En daarom gaan we knuppelen ze een cursus nee zeggen.